dit jaar geen bedankt voor de bloemen in Rome. Nee, en er staan hier genoeg bloemen. En jullie leveren niks aan het buitenland op het ogenblik. Want daarom laat je de bewoners van Hemvenhuizen en misschien nog wel verder vanmiddag ook weer plukken. Ja, tussen 1 en 4 zijn mensen, alle mensen welkom. Ja, op de veiling worden onze bloemen niet verkocht. Dus dan moet je toch wat anders bedenken. Waarom worden ze niet verkocht op de veiling? Nou ja, en er zijn veel te veel bloemen. En we hebben last van het coronavirus. En daar heeft natuurlijk iedereen last van. Is dit een soort van bedrijfsrisico? Want ja, het is toch wel heel vervelend voor jullie als ondernemer. Dat je dus eigenlijk op deze manier de tulpen weg moet gooien. Ja, dit is natuurlijk heel triest. Maar wij moeten het meer van onze kwekerij hebben. Dus onze tulpen op het land. En dit is eigenlijk een hobby erbij wat wij hebben. En ja, het is een hobby wat heel veel geld kost. Maar er zijn grote bedrijven die alleen maar tulpen broeien. En ja, die hebben hier veel meer last van dan wij. Ja, bij jullie gaat het hoofdzakelijk om de bollen? Om de bollen op het land, zeg maar. Ja. Ja. En hebben jullie dat hier in deze buurt, in Venhuizen, of hebben jullie dat elders? Onze bollen staan allemaal in de Noordoostpolder. Ja. En hoeveel hectare hebben jullie daar staan? Ruim 30 hectare. En ja, dat is onze hoofdmoot. En dit is eigenlijk, dit doen we lekker met Koos, Paul en ik. En soms wat studenten erbij. En verder redden we dat. Wij hebben geen vast personeel in dienst. Dus dat maakt het wel voor ons minder ernstig, denk ik. Rooien, dat gaat weer beginnen in juli en augustus wat betreft de bollen. Of zijn ze er al eerder uit? Nee, eind juni, begin juli beginnen we te rooien. En dan hebben we natuurlijk het bollenpellen in juli. Doen jullie dat hier ter plekke of gaat het ook in Flevoland? Nee, alle bollen komen uit de Noordoostpolder hier met de vrachtrijder. En die worden hier verwerkt. Bollen gepeld, dat doen we hier. En gesorteerd? En gesorteerd en afgeleverd. En dat gebeurt allemaal bij ons in de schuren. Ik zie hier nu rood-gele tulpen achter je staan. Hebben deze tulpen een naam? Ja, deze tulp heet de Jansenjette. En wanneer zijn ze gedoopt? Nee, dit zijn niet onze eigen tulpen, dat weet ik niet. Het is een mooi sterk soort wat goed houdbaar is. En ja, hier hebben mensen als ze hier komen plukken gewoon anderhalve week heel veel plezier van. Die tulpen die hebben dan vaak wel een naam bij de driebandflora. Dat doen jullie ook elk jaar aan mee? Ja, wij zenden eigenlijk alleen onze eigen soort in die we zelf op het land hebben staan. Hoeveel bollen hebben jullie elk jaar? Wij ronden 1,5 miljoen bloembollen voor de broeierij. Dus dat is ene keer 1,7 miljoen, zoals dit jaar, omdat er wat meer geteeld is. En andere jaren 1,3, met door elkaar 1,5 miljoen voor de broeierij. En we telen 30 hectare voor de kwekerij totaal. En jullie hebben een eigen tulp, hè, de Birdie. Ja. Hoeveel tulpen hebben jullie daarvan op het land? Oh, daarvan staat ongeveer wat ze de kwekers noemen 100 roe op het land. Okay. En dat hopen jullie dus toch wel geld mee te verdienen? Dat hopen we natuurlijk wel. Want, en wat voor kleur heeft die tulp? Dat is een roosrode met een witte rand en het is vooral een parkiettulp. Een vogel, dat noemen ze een parkiettype.